heb last van nesteldrang, jongens. Dat heb ik jullie al verteld. Nee, geld mee. Kinderen. Nu door naar de kinderen. Ik ga even een magazine gelezen. Knuffel aan de kinderen. Fase 1. Nou, zelf een vloer van. Steuntje buik ook. Blije doos. Wie heeft erin gelegen? Dat ik ook zo'n klein beetje was. Nieuwe vlog. Wij zijn de Bellinga's familievloggers en Daniel is Lu en Anna school brengen en ik ga Lucilla nu naar het kinderdagverblijf brengen. Goeiedag vanuit mij. Ik heb Luan naar school gebracht en ik moest even een boodschapje halen. Woezel en Pippa, hebben we een lekker snackje gekregen van papa en mama? Ruim je er alle kruimeltjes op? Oh, lekker hè? Lekker snoepje. Nou, mijn liefste die houdt eventjes zwangerschapverlof powernapje. Huh? En ik heb even lekker eten gemaakt. Ja, heel gezond, vader. Ah, ga je nog niet helemaal boven zitten, moet je zo mis. Ik snap, papa gaat hier wel hard aan het werk. Maar ik heb even lekker eten gemaakt voor mij en varen. Waar had zij zin in? Loempia's. En ik had zin in bapauw. Ik zeg, nou, dan ruilen we wat loempiaatjes voor een bapauwtje met elkaar. Dus, dat gaan we even lekker smikkelen. Nou, dat maakt niet uit, mama. Je mag soms even zo'n zwangerschapsdag hebben als vandaag. Dat je even rust neemt. En gezonde airfryer loempiaatjes. Tot je neemt. Bon appétit. Het was wel grappig, ik moest vanochtend het bed dus wassen. Nou, één wasmachine helemaal bomvol. Met zowel de twee onderlakens, kussenhoezen, als wel het dekbed. Dus ja, zo'n familiebed kan ik echt niet in mijn eentje opmaken. Afhalen lukte nog wel vanochtend vroeg. Nou, schatje, kom je me even helpen? Daar ben ik. Ik heb het open haartje weer gemaakt. Lampjes waren kapot. Ah. Dus je open haartje doet het weer. Ik heb je bureaulampje weer vernieuwd. En ook Luans slaapkamertje. Oh ja. Maar maak dat maar eens even open, schatje. Dat is door de post gebracht. Ons nieuwe dekbedje. Hoe vind je het kleurtje? Ja. Leuk. Deze heb jij uitgezocht, hè? Ja, dit was de mijne. Waar we de afgelopen paar weken smaak onder hebben gelegen. Dit is mijn smaak. We beginnen met het onderstel. Ja. Gaan wij samen even ons familiebedje opmaken. Nou, schatje. Maak hem open. Met een pen. Ja. Want dit zijn die twee extra onderlakens. Ja, die moesten dus nog besteld worden. Ja. Omdat het zo'n groot bed is, moet het allemaal op maat gemaakt worden. En deze was nog niet gemaakt. Varen zo goed in een box. Dat wel. Hier is een split topper. Onze topper heeft zo'n split. Ja, die is dus van zijde. En daaronder... Gewoon een groot dekbed overtrek. Nee, dat is molten. Hoeslaken. Dat is, ja, dus die moeten eerst overheen. Ja? En we moeten de topper ook omdraaien. Want elke keer als we het bed verschonen, moeten we de topper draaien. Okay. Nou, dat gaan we even samen fixen. We willen straks met de baby hier zo'n babybedje hebben. Aan deze kant, zeg maar. Dat ik niet iedere keer 's nachts voor voeding naar beneden hoef te lopen. Dus dan wil ik graag aan deze kant slapen van het bed. Normaal gesproken sliep ik aan die andere kant. Maar dat is toch over 3 maanden? Ja, ik ga nu alvast hier slapen. Ja. Ik moet s'nachts uit om te plassen. En dan mag ik elke keer mijn hoofd stoten aan die krappe kant. Nu moet ik iedere nacht eruit om te plassen. Dan moet ik over jou heen klimmen. Nou, oké. Okay. Dus ik ga nu aan deze kant op. Al 3 maanden van tevoren nesteldrang. Goed, krijg jij mijn zijde van het bed, schatje. Nou, geniet van het doorspoelbeeldje. Wij gaan ons grote bed. Timelapje, jongens. Hels nieuwe bedjes opgemaakt, zat hij. En het prinsessenbed is weer klaar. Nou, jij gaat weer verder even zwangerschap rust nemen. Ja, ik heb een beetje last vandaag. Ja, meer rust nemen zou de verloskundige. Nu de kinderen op school zijn, hebben wij eventjes de tijd om lekker rond te snuffelen voor onze babyuitzet, eindelijk. We gaan in het weekend gaan we echt de grote meubeldingen en dat soort dingetjes allemaal aanschaffen. En ik vind het ook leuk om de kinderen bij te hebben. Maar om met kinderen alles maar helemaal... Ja, te oriënteren in een winkel
degene die kinderen hebben, die snappen denk ik wel wat ik bedoel. Op een gegeven moment heb ik kinderen daar geen zin meer in. Dus als wij uren gaan zitten kijken naar kinderwagens en dat soort dingen, dan wordt het best wel druk met de kinderen erbij. Dus we gaan even samen naar wat babyspullen, dingetjes alvast kijken. Ik wil ook wat decoratieve dingetjes in de babykamer hebben. En wat kleinere spulletjes allemaal nog hebben. Dus die gaan we samen even in shoppen. En dan gaan we van het weekend gaan we waarschijnlijk echt een grote babykamer uitzet inboedel. gaan we dan halen met de kinderen erbij. Dus dan maken we er gewoon een lekker gezellig familieuitje van. Maar nu eerst samen op pad. We gaan even nestelen. Op zoek naar babykamerspulletjes. Daar zit ze. Mama met een nesteldrang. Heerlijk, hè? Papa's onder ons, herken je dat? Dat je vrouw een nesteldrang heeft. Alles klaarmaken voor het babynestje opkomt. Heerlijk, hoor. Nou, daar zit ze al. Genesteld in de auto. Genesteld in de auto. Eindelijk, jongens. Ik heb hier zo lang op zitten wachten. Eindelijk is het dan zover. We zijn bij de woonboulevard en we gaan weer lekker baby shoppen. Eerst lekker met z'n tweetjes. Ik heb al een beetje online zitten baby shoppen, dus ik heb al een beetje in mijn hoofd wat ik graag wil. Hey, jullie kennen papa, hè? We gaan eerst oriënteren. Oriënteren, ja. Maar we gaan al wel wat dingetjes kopen. Alleen grote meubels doen we dus van het weekend, als de kinderen erbij zijn. Maar we willen ons graag alvast even oriënteren zonder dat de kinderen erbij zijn. Omdat het anders gewoon te lang dradig wordt voor de kinderen. En dan is het voor hun ook niet leuk. Ik heb last van nesteldrang, jongens. Dat heb ik jullie al verteld. De vorige video's, het hoort er gewoon bij. Dat zijn de hormonen. Nou, daar is ze dan, hè. In de babywinkel. Oh, ik ben mijn tas vergeten. Ja, vertel. Heb je geld mee? Nestel ze, mama. Nestel. Als we hier geslagen, dan weet ik het ook niet meer. Wat heeft ze gevonden? Kijk, ik heb deze. Die had ik dus gekocht, maar ik moest er nog wat onder hebben. Dus ik doe deze doe ik dan onder. En ik wou er nog een mutsje bij. Dan bijpast. Mijn liefste was vanochtend dus om 4:30 aan het nestelen. Zeg, ik heb alles op de website al gezien, precies hoe ik het wil. Nou, schat, deze? Laat maar zien. Wat heb je vanochtend vroeg al gevonden? Deze, die wil ik trouwens weg, maar die heb ik een beetje iets zacht roze. Oké, kan niet iets fijner? Ja. Ik kan er bijna in liggen. Een klein beetje, omdat de kamer niet zo heel groot is. Dan met een klamboe erboven. Hey. Nou, even overleg te voeren, dit vinden we toch wat schattig. Dit kun je misschien wat makkelijker tegen je bed aan. Er is een klein fijn meisje in je buik, hè? Die is dus voor bij ons op de slaapkamer, hè? De Papa komt met een idee, schat. We hebben dit wiegje van Lucilla. Die hebben we nog, ja. Ik dacht dus dat dit klein is nu nog. Want er kan zo ongeveer een halfjaartje in liggen. Ja, precies. En over een half jaar gaan we naar de slaapkamer. Dan kopen we dan weer een nieuwe. Dus dan zoeken we eigenlijk nog een heel fijn klein kledingkastje. Ik vind dit zo robuust. Als we zo'n blok van een kast op het kleine babykamer zitten, dan is gelijk de ruimte. Maar dan kunnen we beter gewoon een commodekast doen en dan zo'n plankje doen. Dit is dus het normale kamertje, maar als we dit op het kleine kamertje kwijt moeten... Dat past niet, jongens. Dat past niet. Past niet, deze kamer, deze grote. Nee. Het zijn mooie meubels. Compact met onze ruimte omgaan. We moeten kleine schattige dingetjes. Prinsessenmeubeltjes vinden. Even de winkel verbouwen, maar schatje, je hebt iets bedacht. Ik heb dus een kastje gevonden, deze. In plaats van zo'n grote klerenkast, maar gewoon een commode. Maar misschien is deze wel mooi, want deze staat wel mooi bij die vloer. Ja, dat is wel weer zo. Dus dan deze drie dingetjes. Die? Die, ja, die hebben we van Lucilla nog in de berging. Ja, dus dit mandje hebben we nog van Lucilla. Dit kastje en deze set. En dit set. Dit gaan we zaterdag met de kinderen halen. Nu door naar de kinderwagen. Ja, en we kunnen straks even alvast die met de kinderen hebben we plastic gaan halen. Ja, ja. Ik wil dit wel nieuw. Nou, terwijl schatje alle schappen naar... Krijg je wel zin in ons meisje, ja. Voor het weten is het zover. Nou, terwijl mama even verder nestelt, ga ik maar even een lekker bakje chocolademelk doen. Wil je ook chocolademelk? Ja. Nou, papa maakt even een lekker bakje hot choco. Nou, Faro wil gewoon een lekker traditioneel zwart bakje koffie. Ik denk dat ik de koffie blauw, of de cappuccino, de espresso en de koffie crème allemaal ga proberen. We zijn hier volgens mij toch wel de rest van de middag. Nou, en wat doen de papa's dan? Die zitten hier geduldig te wachten tot mijn zwangere prinsesvrouw uitgenesteld is. Ik ga maar even een magazientje lezen. Proost. Nou, ik was even een prenatal cappuccino aan het drinken. Zeggen deze dames op prenatal. Oh, de belling gaat, mogen ze met ons op de foto? Kijk. De nesteldrang op en top. Ja, nou, dat hier zijn twee lieve mama's die de vlogs elke dag kijken. Hoe heet jullie kinderen? Jamila. Maus.
Nesteldrang, hè? De nesteldrang is op en top. Ja, dat herken ik. Fantastisch. Ja, dit is gewoon zo natuurlijk. Slapen toe, hè? Nou, wij zitten nou, al een scherpe tussen. Oh, super. En knuffel aan de kinderen. De Bellinga's love you. Baby Bellinga's coming soon. Geen papa. Nou, nog eventjes het laatste detail hier bij de prenatal. En die kinderwagen zag je dus. Ja. Oh ja. Dat hebben we ook voor Lucilla gehad, maar ik blijf toch bij dit model. Want die andere hebben of hele grote wielen. Ja. Of hele grote bakken. Want deze kan je dus deze bak opzetten. Oh ja. En aangezien we ook nog een Silla-dingen in de auto kwijt moeten, deze kan je nu opzetten. Fase 1. We gaan maar naar de kassa gaan. Wij gaan Lucilla ophalen op school. Doeg. Mama heeft de blije doos gekregen. Eindelijk. En de wagen. En papa natuurlijk even binnen. Nou, zelf, hoe voelt dat? Eindelijk, jongens. De eerste grote dingen hebben we in huis. Nou, gaat dit nog passen? Nee. Gaat dit nog passen? Oh, dit moet naar het speelgoedfonds. Het Bellinga speelgoed. Weggegeven aan het goede doel. Ja, het Bellinga speelgoedfonds, maar hier heb je nog een hoekje. Kijk, kan hier zo bij in. Prinsessie! Dankjewel, schatje. Oh, wat een meisje. Mooie ding, laat eens zien, zeg maar. Laat eens kijken. Twee kanten, die kant en die kant. Heb je die gemaakt? Mooi, Lucilla. Nou, dankjewel. Ja. We zijn weer thuis. Lucilla heeft een mooie tekening opgehangen. En ik ga even naar boven in het zolderhok het wiegje van Lucilla opzoeken. Want ja, die hebben we bewaard na de verhuizing als het goed is. Dus kijk, hier aan de meisjes zometeen alle nieuwe babyspulletjes laten zien. En we zijn boven beland, achter bij ons hier, ja, op een soort berging of zo, zeg maar, waar we dus na onze verhuizing allerlei spullen hebben neergelegd en die we nu dus uithalen. Kijk, Daniel die is dus aan het kijken. Hier hebben we dingen allemaal. Kijk, Lucilla, dit is maar kijk, wiegje. Hier gaat het om, jongens. Dit wiegje kijk, Lucilla. Is van Lucilla geweest. Oh, wow. En die gaan we even weer helemaal mooi maken. Gaan we weer op wieltjes zetten. En op wieltjes zetten en zo. Wow. En dan kunnen we deze gebruiken in de babykamer. Die staan er zo in elkaar. Maar ik ga eerst nu wel ophalen. Ja. Dat schat in mama. Lintjes, kijk eens, Stella. Hier heb je ingelegen als babytje. Leuk, hè? Kan nu je babyzusje in. Lucilla die gaat even hier op haar kamertje spelen met de popjes. En ik zit hier op de kamer, de babykamer. En vanochtend heb ik wat meubeltjes anders neergezet. Ik heb deze stoel, die stond op Lucilla's kamer, die heb ik hier neergezet. Dit kastje, die staat hier. En voor de rest hebben we besloten, we zijn tot de conclusie gekomen, dat dit kamertje vrij klein is voor een heel ledikantje, vooral nu in het begin. En vooral van wat we hebben gezien, vonden we het allemaal vrij lomp en grof en groot. Helemaal in combinatie met klerenkast en de commode en zo, is dit kamertje gewoon te klein daarvoor. Dus we dachten, we hebben nog het wiegje van Lucilla. Toen Lucilla werd geboren, heeft Lucilla in dit wiegje geslapen. Dit stond bij ons op onze slaapkamer. Dus er stond een soort van bij. Dit wiegje hadden we toen een keer van Marktplaats. En opa en oma hebben dat opgeknapt en zo. Dus op zich is het wel een heel leuke achterliggende gedachte dat opa en oma dit wiegje samen hebben opgeknapt. En die hadden we eigenlijk bewaard. Een soort van vergeten ook een beetje. Van oh ja, we hebben ook nog een mandje. Want we zaten dus in een ledikantje te denken. Dus we dachten van goh, we zetten gewoon dat mandje, dat wiegje, in de babykamer. En dan kijken we wel wat we boven nog meer zetten bij onze slaapkamer. Boven, want daar willen we ook nog een bedje hebben. Omdat de eerste maanden de baby bij ons op de kamer slaapt. Omdat ik anders 's nachts veel te veel moet heen en weer lopen van verdieping om de baby te voeden. Dus, conclusie. We gaan geen grote, hele grote klerenkast kopen. Dat past gewoon niet. We willen gewoon een praktische, goede commode. Waar genoeg ruimte is voor de kleertjes. En we gaan dus dit oude wiegje van Lucilla weer even helemaal opzetten. Dat staat die wieltjes onder, die pootjes moeten eronder. En die moeten die spulletjes eventjes weer mooi wassen. Volgens mij is het al gewassen, maar even weer gewoon lekker fris doen. En dan zetten we dit wiegje op deze kinderkamer. Want anders past het op zich niet. Dus deze commode die gaat wel vervangen worden. Want je ziet, dit is gewoon te weinig ruimte wat kleren betreft. Omdat we er niet nog eens een klerenkast bij kunnen doen. Nou, een heel lang ingewikkeld verhaal. Maar die grotere meubeltjes, dus de klerenkast of de commode,
de commode en zo, dat gaan we dus doen zaterdag. Dan gaan we naar een hele grote winkel, gaan we daar ook nog eventjes wat rondkijken en oriënteren. Maar nu vraag je af, wat heb je nu gekocht? Als eerste heb ik wat slaapdingetjes en zo gekocht. Dit is een punt slaapzak ding of zo, zeg maar. Een wikkeldoek noem je het eigenlijk. Een lekkere grote, een warme. Ook hier kun je het hoofdje in doen. En je kunt hem ook nog in de maxicosi wat dan ook doen. Er zit zo'n gat in. En het is lekker een gebreid stofje. Dan een lekkere wollen deken. Dit is een dekentje wat je dan in het wiegje kan leggen. En ik heb ook nog deze deken voor in het wiegje te leggen. Voor het wiegje heb ik drie soorten setjes. Dit zijn wiegdekentjes of lakentjes zeg maar. Deze met deze wolkjes. Deze met ook van die, ik weet niet of jullie het kunnen zien. En deze, wat roze met wat stippeltjes. Daar heb ik dan ook drie moeslakentjes bij, zodat je het bedje gewoon kan verschonen. Drie verschillende soorten kleurtjes. Dan heb ik, dit is een inbakerdoek, zeg maar. Een soort slaapzak, maar dan een soort inbakerdoek, waarin je baby goed kan slapen. Dan heb ik hier badkepen nog, een roze badkeep. Een waskussen moeslaken. Aankleedkussens, drie soorten aankleedkussens voor je babytje te verschonen of op de commode. En dan heb ik deze badkruiken. Die moet je ook hebben voor je babytje voor in de wieg te leggen, vooral in het begin, om je kindje op temperatuur te houden. En je kunt natuurlijk niet zo'n fles in het wiegje leggen. Daar heb ik deze zakken voor. Je moet er twee hebben. Dus heb ik deze met dat zachte roze hartjes, balletjes erdoorheen. Dan heb ik dit kussen. En dat leek me ook een ontzettend fijn kussen. Dat is deze. Dat is ook heel fijn om voor te slapen. Voor als je zwanger bent. En ik ga het straks ook gebruiken als ik borstvoeding ga geven. Je kunt het wel denk ik een beetje op het plaatje zien. Kijk. Dit is voor je, dat je met je benen lekkerder kan slapen met je buik. En straks ook borstvoeding kan geven. Ik merk nu al dat ik het heel erg fijn vind om met een kussen tussen mijn benen te slapen. En dit kussen is precies handig ook voor je buik. Dus ondersteunt je buik ook. Dan heb ik hier een tummy tip. En we gaan geen badje doen. Dat had ik wel bij Luan en Lucilla, maar daar hebben we gewoon geen plek voor. En we hebben hier heel dichtbij gewoon een bad. Dus het bad is gewoon makkelijker uiteindelijk. Maar voor in het begin willen we de tummy tip gebruiken. En dit is een tummy tip doorzichtig. Die doorzichtig is, dat lijkt me ook wel erg leuk. Dan kan je ook erg leuk je kindje zien hoe hij dan zeg maar in badje zit. Dan heb ik nog wat accessoires om het kamertje aan te kleden. Ik heb twee handige mandjes om bij de commode neer te zetten. Waar je crampjes en dat soort dingetjes in kan doen. Een doosje voor de billendoekjes. Een thermometer voor het badje. Ik vond dit borstelsetje van hout ook super schattig en heel erg mooi. Dus die heb ik ook. En dit zijn kleerhaakjes. Oh, dit is een haakje. Heb ik een beetje in dezelfde stijl. Wel een beetje dat wit-grijsachtige. Omdat ook onze vloer een beetje grijzig is. Dus deze twee haakjes. Deze moet ik zo laten zien. Zo. En dit is dan zeg maar ook een soort een boekenplankje. Of een plankje. Daar kan je wat opzetten. En ik dacht, dan zet ik dan deze boekenplank op. Deze met die sterretjes. En daar staat een Little Stars op. Ik weet niet of je het kan zien. Little Star. En dan heb ik daar ook alvast drie boekjes. Ik vind het ook altijd leuk om nieuwe boekjes te kopen. Die ik dan als op dat boekenplankje kan zetten. Zeg maar voor de nieuwe baby met nieuwe verhaaltjes. Dan heb ik nog een heel erg leuk muziekmobiel ding. Dat is deze. Er zit een leuk muziekje bij. Heel schattig. Met roze, leuke, lieve knuffeltjes. Dan hebben we een babyfoon. Gewoon een simpele babyfoon. Voor mij hoef ik niet echt het babytje te zien slapen in een camera, zeg maar. We hebben niet zo'n super groot huis of zo. Dus het is alleen al fijn dat je van verdieping kan horen of je kindje wakker wordt of niet. Dus ik heb gewoon een simpele babyfoon. Dan is dit is een draagzak. Deze. Een draagzak. Deze draagzak zit volgens mij, naar mijn idee, een beetje tussen een zak in en een hoek in. Een beetje spijkerstofje. Ik heb overigens alles wat ik nu heb gekocht, dat had ik allemaal al gezien op internet. Dus ik had al een beetje vooronderzoek gedaan. Vandaar. Kijk, ik moet even kijken hoe die zit. Maar zo ziet deze eruit. En die kan Daniel ook gebruiken als man zijn. Je kunt eerst je kindje op je buik dragen. En als je babytje groter wordt, je kindje groter wordt, kan je hem ook nog op de rug dragen.
Dus we moeten even gaan uitzoeken hoe deze werkt. En als laatste heb ik deze gehaald. Dit is een stoeltje voor aan de tafel. Dat is een hangstoeltje. Even kijken of ik deze kan openmaken. Dit is een hangstoeltje zelf aan de tafel. Oh, dat zit helemaal in een tasje. Ja, dat moet Daniel eens even opzetten. Kijk, zo ziet het er dus uit. Die hangt dus gewoon aan de tafel. En het is een grijze. Beetje metallic. Het is gewoon een stoeltje. En die hang je dus zeg maar aan de tafel. Zo. Zo, een stoeltje voor aan de tafel. Oh, doe aan! Mam, en weet je wat dit is? Ja. Ja. Dit is dat je dan goed in de kring gedaan hebt. Ja. Ja, dus je dan. Kijk eens, jongens, wat leuk. Dit heeft Luan gemaakt op school. Ja, en die blijft op school. Ja. Is dat leuk op school? Ja, natuurlijk. Ja? Natuurlijk. En ik doe nog een nepkaarsje erin. Oh ja, een nepkaarsje? Ja. Een echte. Ik ga hem even voorlezen voor de fans. Oké. Mam, wat is dat eigenlijk? Dit is een babyfoon. Dan kan je op de slaapkamer neerzetten. Als de baby huilt, dan kan je dat horen. Een soort walkie-talkie, maar dan net anders. Oh, dan ga je even naar je baby toe. Ja, als ze huilt. Ja, ja. Ik geef een lieve kus aan Pip. En nou geef ze ook een dikke kus aan Pip. Dat is Pip al. Zijn gezichtje ook helemaal rood. Ze zijn beste vriendjes van elkaar. Ze zingen leuk liedje van Moes en Pip. Dat zijn ze zelf. Leuk, jongen. Leuk boekje. Ja? Leuk boekje? Ja. Moet deze dan? Ja. Even wachten. Mag er wel in naar kijken. Oh ja. Ik heb hier ook nog de blije doos. Die ik al een hele tijd moest ophalen. Maar ik kwam er steeds niet van. Maar nu heb ik hem. Ik ben heel benieuwd wat er allemaal in zit. Dus we gaan eens even kijken. We hebben hier een tandenborstel. Verzamelmomenten. Groeikaarten. En eerste babystapjes. Oh, die kaarten. Nou, die had ik volgens mij al. Maar die heb ik nu weer. Dan hebben we hier Pampers, newborn Pampers, een speentje, natuurlijk de sudocreme, we hebben een flesje van een fans, we hebben lekker drinken voor mama, alcoholvrije biertjes. Voor papa. Nee, niet voor papa. Papa die zit hier het wiegje op te zetten. Een boekje, grote avonturen. En allemaal boekjes, allemaal reclamefoldertjes denk ik, blaadjes. Dus dat was de babybox. Weet het nog van deze, van deze wiegje? Die hadden we ook nog op de flat en we gebruiken hem toch. Wie heeft erin gelegen? Je zusje Lucilla. Ja, mijn zusje, maar niet ik. Maar nee. Waar ging ik aan slapen? Jij had vroeger een rieten mandje op de flat, maar die hebben we ook weggegeven aan de weggeefwinkel. Maar deze hebben we nog wel bewaard. Hier mag je een zusje in, hè? Mooi. Je tweede zusje. Nou, die staat. En mam, als je dan gaat wandelen, moet je die zo even kunnen maken. En dan ga je zo naar beneden. De wieltjes zijn voor de sier, jongens. Voor de sier. Je hoeft niet echt mee te wandelen. Je kunt wel een beetje mee rijden, kijk. Nee. Oh ja, en dat voor dans. Dus kun je wel een beetje zo in slaap. Leuk, hè? Grappig, hè? Nou, ons prinsessenwiegje. Nou, het scheelt weer een nieuwe ledikantje komen. Ja, het is en leuk. Daar zuinigen we weer op, jongens. Heeft Lucilla ook ingelegd. En ik heb nog een nachtlampje. En als dan een baby in bed breekt, doe ik gewoon lekker slapen. En pak zo'n kiffeltje. Dag zusje. En dan doe ik een grote lamp uit, doe ik een nachtlampje uit. En doe ik de grote deur dicht. Een grote broer. En een gordijn doen. Grote broer. Ik heb alles uitgepakt en alles een plek gegeven. Het ziet er nou een beetje zo uit op het moment. Ik heb hier al deze laadjes gevuld. En eventjes voor het gemak het bedje even opgemaakt. Het moet natuurlijk allemaal nog gewassen worden en zo. Maar dat heb ik even daar neergehangen. En deze commode wordt dus niet deze commode. Maar commode er eventjes alles netjes neergelegd. En daar is dan die tummy tub die er staat. Dus jongens, we zijn weer best wel een grote stap verder met onze babykamer. Vind je het leuk, Luan? Maar mam, welke maat is dit? Dit is maatje 50. Kleinste maatje. Leuk, hè? En ik heb hier de plank hier even neergezet met de drie boekjes. Ik weet niet of ik het daar laat staan, hoor.
Lucilla die zit hier even lekker een filmpje te kijken. Dan wil ik hier dit nog ophangen. Dit is zeg maar zo'n ophangding, zo. En hier heb ik ook nog zo'n losse om op te hangen. En dan komt hier komt dan zeg maar de commodekast die we op het oog hadden bij wat we hadden gezien. En daarnaast staat dan ook nog zo'n die witte plank die we hadden gezien, zeg maar. Die met die schapjes erop. En dan hier het wiegje. Zo is het op zich nog best wel wat ruimte in de kamer. En hebben we nog wel best wel wat plek. Ik wou dat ik ook zo'n klein beetje was. Kom zo in zo'n klein slaapzakje. Ja. Weet je dat nog, dat je even een kleine baby was? Weet je dat nog of niet? Ja. Nee, toch? Maar je kon wel herinneren dat Lucilla hierin heeft gelegen. Dat vind ik wel knap. Ja. Toen was jij 2. Aan tafel. Maak papa zijn macaroni. Lekker. Lekker? Goed zo. Vond je het weer een leuke video? Doe even een duimpje omhoog. Vergeet natuurlijk niet te abonneren op ons YouTube kanaal. En op het belletje klikken. Tot morgen maar weer. Doeg.